Zo'n hele goede morgen allemaal. Fijn om in de tegenwoordigheid van God te zijn, amen. Ja, ik hou ervan. Iedere zondag weer fijn als we dan weer een dienst hebben. We mogen samenkomen in de naam van de Heer Jezus Christus. En het mooie is dat we samenkomen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dan mogen we weten dat de tegenwoordigheid is hier. Gods tegenwoordigheid is hier. En als u komt, kom altijd met verlangen. Kom met verwachting. Dat God iets bijzonders wil gaan doen in jouw leven. In mijn leven, ook deze morgen. En als titel voor de week van bidden en vasten hebben, je bent een mooi mens. Jij bent een mooi mens. Amen. Heel goed, broeder. Hij zegt, klopt. Ja. Zegt uw vrouw altijd tegen u, natuurlijk als u opstaat, iedere morgen weer. Maar we zeggen het veel te weinig. Wat krijgen we in deze wereld eigenlijk heel weinig complimenten. Als je hebt complimenten, daar word je hoogmoedig van. Of hou maar een beetje nederig. Maar zeg even elkaar tegen elkaar. Kijk elkaar even aan en zeg, jij bent een mooi mens. Zeg het even tegen elkaar. Doe het even. Come on. Dankjewel. Je bent een mooi mens. Jullie zijn allemaal hele mooie mensen. En dat mag niemand je laten afpakken. Maar het is zo belangrijk te beseffen dat jij een mooi mens bent. Want God heeft jou namelijk geschapen. God heeft kwaliteiten in jou gelegd. God wil jou vormen. Maar besef je, je bent een mooi mens. God schiep alles goed. En toen hij de mens schiep, toen zei hij de mens, ik heb zeer goed hoe die is geschapen. Dus jij bent gewoon zeer goed. En we horen heel veel negatieve dingen. En we worden vaak overspoeld door negatieve opmerkingen. En als één negatief iets tegen je gezegd wordt, dan mogen wel 5 of 10 positieve woorden tegen je opnieuw gezegd worden. Want het lijkt net of het negatieve, dat heeft zo verschrikkelijk veel invloed op je. Iemand kan iets moois tegen je zeggen. En als die daarna weer afbreekt, dan zit je de hele week met datgene wat je afgebroken hebt. En denk je niet meer aan dat mooie. Dus je bent een mooi mens. Ik denk dat is een mooi thema. Maar God wil ons eigenlijk steeds mooier gaan maken. En daar willen we vanmorgen ook met elkaar over gaan spreken. Daar willen we deze hele week met elkaar over gaan nadenken. Want God wil niet dat we zo blijven zoals we zijn. God wil dat we groeien. God wil dat we meer en meer op hem gaan lijken. Dat is een kinderliedje. Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Kinderliedje. Nou, het is gewoon een heel erg volwassen lied hoor. Ik wil meer gaan lijken op Jezus. En ik hoop dat jij, u hier zit, een verlangen hebt om dit jaar meer te gaan lijken op Jezus. Dat als jij door de zwinkels loopt, als je door je familie loopt, als je ergens zit, als je ergens bent, dat mensen tegen jou zeggen, maar wat heb jij wat ik niet heb? En dan zeg je, ja, ik ga meer en meer lijken op Jezus. Wie is Jezus? En je kan gaan vertellen, je getuigenis, wie Jezus is. Wat hij in je leven heeft gedaan. Ik wil meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op Jezus. En dat is mijn oude leven afleggen, meer en meer. En gaan groeien, want we gaan het deze week ook natuurlijk hebben over groei, over vrucht dragen. Dat de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar wordt in jou en in mijn leven. Dat de vrucht van Gods Geest zichtbaar wordt in een wereld in nood. Want mensen zijn in nood. Mensen hebben grote monden. Ze zeggen misschien lelijke dingen. Maar ten diepste verlangen ze naar rust, verlangen ze naar vrede, verlangen ze naar liefde. En Jezus kan die geven door jou heen. Jij bent een bron waarvan het water niet teleurstelt. Nou, we gaan samen beginnen. We gaan samen lezen uit Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5 en beginnen bij vers 13. Galaten hoofdstuk 5 vers 13. Prachtig mooi powerpointje. Mooi gedaan, Jelte. Leuk, die vruchtjes van die appeltjes. Of zijn het? Ja, ik denk appels. En dan staat daar, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. U bent tot vrijheid geroepen. Weet u, alle wereldgodsdienst, als we gaan kijken, die moeten. Wij mogen. U bent hier gewoon vanmorgen in de vrijheid gekomen. Jelte heeft u niet vanmorgen gebeld van, jij moet nu naar de samenkomst komen. Nee, je bent niet vrijwillig gekomen om iets te gaan ontvangen van de Heer Jezus zelf. Maar u bent in vrijheid geroepen. Maar onze godsdienst geeft vrijheid. Alle godsdiensten die moeten iets, maar wij zijn geroepen in vrijheid. Je mag. Je moet niks hoor. Als het moeten wordt, moet je niet gaan doen.
Maar je mag. We mogen geven. We mogen uitdelen. We mogen ontvangen. Dus, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, hoe kan je dat doen? Je moet dus eerst jezelf lief hebben. Je naaste lief hebben als jezelf. Heel veel mensen hebben zichzelf niet eens lief. Hoe kunnen ze dan hun naaste lief gaan hebben? Dus daar begin het mee om jezelf lief te hebben. Hou je werkelijk van jezelf. Dan moet je jezelf gaan zien als een schepsel van God. Jij bent een schepsel van God. En ja, je mag misschien nog werken aan je karakter. Er zijn in het leven misschien heel veel dingen tegen je gezegd. Zijn in je leven dingen gebeurd dat je betwijfelt over jezelf. Maar begin met jezelf lief te hebben. Om jezelf te zien als een kind van God. Een waardevol mens. Jij bent waardevol. Jij bent heel erg mooi. God heeft jou gewild, hè? Al hebben je ouders je misschien niet gewild. Al heeft de wereld je misschien niet gewild. Maar God heeft jou gewild. En dan moet je je gaan beseffen dat God houdt van jou. Hij heeft jou gewild en heeft een doel met jouw bestaan. En dan gaat iedereen tegen jou zeggen, wie ben jij? Mensen kunnen je uitspugen. Maar dan mag je zeggen, ja, maar ik ben een kind van God. Ik ben geliefd in hem en door hem. Dus daar begin het mee. Je kan je naaste niet lief hebben als je niet van jezelf houdt. Dus je moet beginnen om van jezelf te houden. En je mag zelf in de spiegel zeggen, ik ben een mooi mens, want ik ben een kind van God. En we moeten dus wat meer gaan benoemen. En daar word je niet trots van, daar word je niet hoogmoedig van. Nee, daar word je zelfverzekerd van. Dan ga je de liefde van God ga je in je hart en ga je tot je nemen die je nodig hebt. Dat is zo belangrijk. Uw naaste lief hebben als jezelf. En als je van jezelf gaat houden en je gaat jezelf zien als een mooi mens, als een schepsel van God, dan ga je ook die naaste ga je anders naar kijken. Zelfs naar die vervelende collega. Dat hele moeilijke familielid, die oom die altijd met negatieve dingen komt. Eigenlijk ga je dan zien, ja, hij moet nog zoveel leren. Hij is eigenlijk nog een beetje zielig. En dan ga je de medelijden ga je met iemand krijgen. In plaats van dat je denkt, wat een vervelend mens. Bah, is moeilijk hoor. Vind ik zelf ook. Soms mensen in je leven, als je tegenkomt, die denken, oh, laat me een stukje omlopen. Liever niet. Ja toch? Come on. We zijn allemaal mensen, ja. Heb ik ook last van. Moet ook groeien, moet ook leren. Maar als we onze knop om gaan zetten en we gaan die ander zien als ook een schepsel van God. Dat je denkt, nou denk je soms, nou dan heeft God nog best wel een beetje moeite gaat die krijgen met die persoon. Nee, God heeft met niemand moeite. Maar het is ons vlees kruisigen. En wij moeten leren om onze naaste lief te hebben als onszelf. Daar begint het al mee, heel moeilijk. Maar, staat er, als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dus als lelijke dingen mensen tegen elkaar zeggen, dan zie je gewoon, dan zie je de hele samenleving, zie je een keer naar beneden gaan. Daarom zie je oorlogen ontstaan. Je ziet ruzies ontstaan. Ook in kerken, toch? Ja. Hoeveel scheidingen zijn er in kerken? Ik was een keer in een gemeente, op een gemeentevergadering. Kerk hier heel ver vandaan, gelukkig. Een hele avond hadden ze ruzie over of de collecte van voor naar achter of achter naar voor wordt overgehaald. Ja. Oei, bijna een gemeentescheuring. We kunnen om zulke kleine dingen, kunnen we geïrriteerd raken, kunnen we ruzie gaan maken, kunnen we boos geworden. Laat het toch los. Heel veel dingen. Laat het los. Zegen je leiding van je gemeente. Laat het los als het soms even anders gaat. Maar ja, anders is het soms zo moeilijk. Hè? Ja, best heftig hè. Toen de zaal hier in één keer omgedraaid werd. Oh, ja. Moeilijke dingen, alles dan anders. Je moet weer een plekje gaan zoeken. Dat is heftig. Als je niet van anders houdt, dan moet je niet gaan leven met het leven met Jezus. Ik heb ontdekt, als het leven met Jezus, het gaat altijd anders. Als ik net denk dat ik het weet, dan weet ik het niet. Dus het leven met God gaat altijd anders. Dus als ik niet van veranderingen hou, ja, dan wordt je leven met God heel moeilijk. Want ik heb vaak wel mijn eigen gedachten, ik weet wel vaak hoe ik het wil. En zeg God, ja, maar ik ga het even anders doen. Ja, heer, wat moeilijk. Aard, vertrouw me nou maar.
Want omdat het anders gaat, ga ik het wel beter doen als jij denkt. Oké, Heer, ik luister naar u. Maar ik zeg u, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk, en dan komen de 17 slechte dingen, zeg. Niet te geloven dat het in de Bijbel staat. Ja, om ons te leren. Overspel. Schering en inslag. Overspel. Er worden zelfs programma's gemaakt die we op de televisie zien, die veel jonge mensen bekijken, waar het eigenlijk mensen uitgedaagd worden om overspelig te worden. En onze jongelui die kijken ernaar en kinderen kijken ernaar. En vinden allemaal prachtig. Wauw, het gaat lekker fout in relatie. Lekker, die gaan nu met die en die gaan nu met die. Overspel. Het wordt gewoon gepromoot op het internet, op de televisie. En onze jonge mensen die kijken ernaar. En ik hoop dat u als ouder af en toe zegt van, zet die troep er alsjeblieft af. Ik wil er niet naar kijken. Overspel. Het gebeurt zoveel. Hoererij. Onreinheid. 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 Waar in deze wereld het meeste geld mee verdient. Met onreinheid. Met pornografie. Zedeloosheid. Seksualiteit. Op verkeerde manier. Onreinheid. Losbandigheid. Afgoderij, toverij. Nou, wat afgoderij, hoeveel zien we aan afgoderij in deze wereld gebeuren? Kijk eens wat er om je heen gebeurt. Toverij, is dat nog van deze tijd? Dat was toch van vroeger? Nou, als je gaat zien hoeveel toverij er is in deze wereld, het wordt allemaal steeds openlijker. Het komt steeds meer naar buiten. Vijandschappen, ruzie, afgunst, oftewel jaloezie. Wie is er niet eens een keer jaloers? Jaloers. Hij wel. Ik weer niet. Het sluipt er zo gemakkelijk in. Woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid. Oneenigheid. Nou, dat komt onder christenen gelukkig niet voor. Afwijkingen in de leer. Ja. Ik denk dat we heel alert moeten zijn. Dat we onderscheidingsvermogen moeten hebben. Wat is van God en wat is niet van God? Sommige mensen die zitten allemaal preken te kijken op YouTube en op allerlei dingen. Maar pas op, hè. Pas op. Dat je blijft bij de gezonde leer. Dat je altijd kijkt wat die persoon zegt. Wat zegt de Bijbel daarvan? Ook als we preken kijken. Kijk, is het werkelijk van God? Is het werkelijk wat de Bijbel ons leert? De Bijbel zegt ook, laat ook niet velen uw leraren zijn. Dus vraag God, als je naar een preek kijkt, Heer, leid mij door uw Heilige Geest. Is het werkelijk vanuit uw woord? Is het werkelijk goed? Jaloersheid. Moord. Dat doen wij niet. Moord. Nee, dat doen we niet. Weet u eigenlijk, hè? Dat er in ieder mens kan er een moordenaar schuilen. David, hij was een man naar Gods hart, zegt de Bijbel. Maar hij was wel in staat, uiteindelijk, doordat hij overspel ging plegen. Hij werd verliefd op die vrouw, Bathsheba. Om iemand te vermoorden. Dingen die ons aangedaan worden in het leven. Die kunnen zo heftig zijn. Dat we hele lelijke verwensingen over iemand zouden bijna kunnen uitspreken. Dat we zo boos zijn. Dat we zo kwaad zijn. Het kan zomaar plotseling even in je gedachten voorbij komen. Ik wou dat die persoon er niet meer was. Zou mijn leven een stuk rustiger worden. Dronkenschap. Zwelgpartijen. En dergelijke. 17 slechte kenmerken. Waarvan ik u voor zeg. Zoals ik ook eerder gezegd heb. Dat wie zulke dingen doen. Het koninkrijk van God. Niet zullen beërven. En het is goed om dat rijtje in je op te nemen. En te denken bepaalde dingen. Hé, waar moet ik nog afstand van nemen? Waar moet ik nog vergeving over vragen? Welke dingen moet ik nog uit mijn leven? Vind ik soms nog wel moeilijk. En moet ik afstand van gaan nemen? Wat mooi, hè, dat God altijd wil vergeven. Dat de liefde van God
gaat overal bovenuit. Ja, en Paulus, hij schrijft dan hier aan de Galatiërs. Het gaat over christenen in Galatië, een Griekse provincie in de eerste eeuw na Christus. En hij spreekt mensen aan die eigenlijk net tot geloof zijn gekomen. En die mensen zijn tot geloof gekomen en ze vormen ze ook een gemeente met elkaar. Maar soms voelden ze zomaar weer die aantrekkingskracht van de wereld en vielen ze terug. Er is altijd in het leven een gevecht en dat zal blijven gaan tussen het vlees, jouw vlees en de geest van God. En daar moeten we gewoon alert op zijn en dan moeten we gewoon erkennen. Hey, is het vlees of is het geest? En de Bijbel leert ons dat we ons eigen vlees moeten we kruisigen en we moeten wandelen door de Heilige Geest. En hoe meer wij wandelen door de Geest, ons laten leiden door de Geest, dat we willen groeien in Gods Geest en in zijn liefde, des te minder krijgen we van het vlees. De komende week, in Jelte's uitleg, gaan we ons vlees kruisigen. Want we gaan bidden en vasten. Een week lang. En dat is best heftig. Vasten is niet gemakkelijk. Want de eerste dagen, je krijgt honger en je maag roept. En in één keer lijkt alles lekker. En je moet een boodschap doen. En je ruikt die heerlijke geur van de bakker. En je komt langs 's avonds nog even langs een patatzaak. Als je je gebedswandeling wil doen, langs een cafetaria. Ja. Want het vlees trekt. Nou, we willen deze week, hebben we besloten, Heer. We willen gaan bidden, we willen gaan vasten. We willen u gaan zoeken. Ik wil mijn vlees gaan kruisigen. En ik wil op zoek gaan naar meer van u. En ik heb een verlangen om dichter bij u te gaan komen, Heer. En wat het mij ook kost, uw stem wil ik gaan verstaan. En gelukkig dan houdt het niet op, hè. Want dan gaat het verder ingelaten. En dan gaan we ook verder lezen. Nou, maar de vrucht van de geest is echter, en dan komt weer een mooi rijtje. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Wauw. Een pittige zin. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus als het ware, heb je weggedaan. Dat wil ik niet meer. Daar neem ik afstand van. Dat komt heel makkelijk weer even terug. Snel worden we verleid. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Prachtig. Nou, deze week gaan we bij al die vruchten, het is de vrucht van de geest, die onderverdeeld is in partjes, als het ware is het een sinaasappel of een appel. En die ga je dan snijden in partjes, want dan kan je wat makkelijker opdelen. Nou, zo gaan we deze week, zullen we ook, iedere avond zullen we een deel van die vrucht van de geest gaan behandelen. Er zal iets over gesproken worden en mogen we ook voor gaan bidden. Omdat die vrucht van de geest in ons leven invloed krijgt. Dat die vrucht van de geest in ons gaat leven. Dat het in ons gaat werken. Een volgende vraag die ik eigenlijk wil stellen. Wat maakt u een mooi mens? Wat maakt jou, wat maakt mij een mooi mens? Over hoe je eruit ziet, je uiterlijk, je carrière, wat je doet, of wie je werkelijk van binnen bent, wie je wil zijn. En als het goed is, zijn we na onze bekering zijn we in een proces terechtgekomen van geestelijke groei. En groeien we steeds meer naar Jezus toe. Hè, als je op school zit, dan heb je een doel. Je wil iets gaan bereiken. Ik heb een dochter en die wil verpleegkundige worden. Ze loopt stage en ze krijgt school in het UMCG in Groningen. En ze heeft een doel. Ze wil neonatologie verpleegkundige worden. Heeft ze een doel en dat wil ze gaan bereiken. Ja, dat brengt strijd met zich mee. En ze moet heel hard studeren en ze moet heel veel leren. Maar ze heeft een doel voor ogen. Ze willen dat gaan bereiken. Wat heb jij, wat hebben wij voor doel, voor ogen als we christen zijn geworden?
Ik heb soms het idee, het lijkt wel of de kerk een beetje stilstaat. Ach, we vinden het allemaal wel goed. We vinden het allemaal wel fijn. We hebben altijd een paar mensen die de zang niet voorbereiden. En we zingen met elkaar en dat is fijn. Er is altijd wel iemand die door de week zijn bijbelstudie heeft of in een bidstond. Dat is ook fijn. Kunnen we bidden voor mijn noden, voor mijn pijn, voor mijn problematieken. Maar wat is werkelijke groei? Werkelijke groei is dat we discipelen worden van Jezus. Dat wij mensen worden in deze wereld die het verschil uitmaken. Groei is dat wij mensen zijn die niet meer leven naar het vlees, maar helemaal leven door de Heilige Geest. Geleid worden door de Heilige Geest. Dat wij in ons leven de kracht van God, zoals God dat door ons heen wil doen, zichtbaar laten worden. Dat is wat God een verlangen in ons heeft. Dat Jezus door ons heen zichtbaar wordt. En dan word jij een heel mooi mens. Dat wonderen en tekenen ons zullen volgen wanneer wij spreken in de naam van de Heer Jezus Christus. Wauw. Wat is dat vaak ver van ons bed, hè? Dat je iemand je getuigenis vertelt, dat je daarna zegt, wat is het je probleem? Ik ga het ervoor bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat je in je autoriteit gaat staan, dat je in de kracht gaat staan die God je hebt gegeven. Dat je een woord krijgt voor die persoon, dat je het over die persoon mag uitspreken. Dat je misschien mag bidden voor redding, voor bevrijding, voor genezing. Datgene wat die persoon nodig heeft. En dat je dan gaat zien dat God, wauw, door jou heen wil werken. En dat die persoon opgebouwd, bemoedigd wordt en bekrachtigd wordt ook door diezelfde God. Want dat gebeurt er toch in handelingen? Ja, toch? Maar diezelfde geest van God die er in handelingen was, die wil God ook in onze tijd weer levendig maken. God wil werken aan ons. Psalm 1 is een hele mooie psalm. Ik lees hem in de Bijbel in gewone taal. En daar zit het, gelukkig is iemand, psalm 1 gaat dan over de twee, manieren van leven. Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen en die nee zegt tegen hun verkeerde plan. Als slechte mensen spotten met God, doet hij niet mee. We waren op oudjesavond en ik zette even de televisie aan, we waren even met de kinderen en met de vrienden van de kinderen en ik zette even de tv aan en ik zag eventjes een conferentie voorbij komen. Hij stond twee aan en er werd spot gedreven met mijn God. Ik heb hem gelijk uitgezet. Niet te geloven. Direct. Je kan tegenwoordig niet naar een conferencier kijken of het is direct. Ze spotten met mijn geloof. Ze spotten met het liefste wat ik heb met Jezus. Het is verschrikkelijk. En we laten het allemaal maar toe en het gebeurt allemaal maar. Troep. Doe het weg. Zet je tv uit. En er is gelukkig een knop op je afstandsbediening. Kan je tv uitzetten. Als slechte mensen spotten met God, doet hij niet mee. Maar hij is blij met de wet van de Heer. Met het woord van God, wat wij hebben gekregen. Daar is hij dag en nacht mee bezig. Het gaat altijd goed met hem, want hij lijkt op een boom geplant aan het water. En een boom geeft vruchten ieder jaar opnieuw. En zijn bladeren blijven altijd groen. Dus de eerste psalm zet het gelijk heel zwart-wit neer. Je hebt slechte mensen en je hebt goede mensen. De slechte mensen die leven naar het vlees. En de goede mensen die willen zijn als een boom die geplant is aan waterstromen. Ik geloof als we een mooi mens willen zijn, dat het begint met bewogenheid en verlangen. Bewogenheid en verlangen. God toont ons bewogenheid. Toen de mens afgedwaald was van God in het paradijs, toonde God direct zijn bewogenheid en verlangen. En hij riep tegen die mens, waar ben je? Maar hij riep niet alleen, waar ben je? Hij had ook direct een plan om die mens te redden. Hij had een verlangen om zijn zoon in deze wereld te zenden. Hij had een verlangen om die mens die verloren dreigde te gaan redden. En dat zijn twee belangrijke elementen om ons mooie mensen te maken. Het begint in de eerste plaats, begint het met bewogenheid. Bewogenheid gaan krijgen voor de mensen om ons heen. Ja, voor die nare oom, voor die moeilijke tante, voor die lastige collega. Even omzetten in bewogenheid. Oh, wat heeft die man of die vrouw, wat heeft die Jezus nodig? En dan het verlangen, hoe kan ik die gaan bereiken met het evangelie? Wat kan ik daarvoor gaan betekenen? Ik vind het heel mooi als we Nehemia lezen. Nehemia, hij was in dienst van de koning. En dan staat er, dan komt op een gegeven moment Hanani, een van zijn broers, die komt dan uit Juda.
En hij vraagt dan naar de Joden die zijn ontkomen uit gevangenschap, uit de Babylonische ballingschap. En die waren overgebleven, die waren naar Jeruzalem gegaan. En hij zegt, hoe is het met ze? En dan zegt zijn broer, die zegt dan tegen Nehemia, ze verkeren in grote ellende en in smaad. De muren van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En dan zegt Nehemia, en het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Hij hoorde hoe het met zijn broers en zijn zussen gesteld was. En dan staat hij, ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van God van de hemel vastte en bad. Wauw. Dus hij hoorde van zijn broer, hoe het met zijn broers en zussen ging, zijn geestelijke broers en zussen in Jeruzalem. Dat hij in grote nood verkeerde, in ellende en smaad. Hij ging op zijn knieën, hij huilde, hij kreeg bewogenheid, hij ging bidden en vasten. En dat is wat wij ook de komende week gaan doen. Wij gaan bidden en wij gaan vasten. Vanuit bewogenheid, voor liefde. Dat wij door mogen groeien om vrucht te dragen in de wereld in nood. Een land in nood. Jouw plaats in nood. We lezen nergens van Nehemia dat hij een hele specifieke roeping had. Dat God hem riep. Maar vanuit dat verlangen, vanuit datgene wat zijn broer hem vertelde, kreeg hij een verlangen om naar Jeruzalem toe te gaan, om te gaan helpen. En hij ging bidden en hij ging vasten dat de koning hem wel gewillig zou zijn. En we lezen dan, de koning die was hem wel gewillig. Want God werkte door de koning heen. God zag het verlangen van Nehemia om een verandering te gaan brengen in de toestand die er was onder zijn broers en zussen. En God luisterde naar Nehemia. En hij kreeg alle tools om te gaan helpen. Je hoeft geen bijzondere roeping van God te hebben. Om een mooi mens te worden. Om te gaan leven vanuit de Heilige Geest. Om tot zegen te zijn voor anderen. God roept gewoon jou en mij. Ja, en er zijn mensen met een hele speciale roeping. Die moeten naar een heel ver land. Die moeten misschien naar de Eskimo's. Die moeten misschien naar Brazilië. Die moeten misschien naar het andere eind van de wereld toe. Om stammen te bereiken die nog nooit evangelie hebben gehoord. Een specifieke roeping, die is er. Maar God heeft ons allemaal geroepen. Om een dienstknecht van hem te zijn. Om een discipel te zijn. God heeft ons allemaal zijn Heilige Geest gegeven. Om in die kracht en door die kracht heen te werken. Ja, daar heb ik ook vorige week over gesproken in 7 huizen. Dubbel deel van de zegen van God wil hij ook aan jou en mij geven als we daarvoor openstaan. Ook in Matthäus 9, daar lees ik, mag u thuis nog wel eens gaan lezen, dat Jezus trok rond alle steden en dorpen. En dan staat er, hij gaf onderricht, hij verkondigde het goede nieuws en hij genas iedere ziekte en kwaal. En dan staat er, toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij met medelijden met hen, omdat ze uitgeput waren en er hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Nou, ik geloof dat wij in de wereld kijken en we zoveel mensen lopen, hulpeloos, uitgeput, vermoeid, het leven niet meer zien zitten. Kijk eens hoe vaak het op de televisie wordt gezegd, dat jonge mensen die een einde aan hun leven willen maken, jonge mensen die depressief zijn, het aantal is nog nooit zo groot geweest. Hebben wij nog geen taak? Gemeente van Jezus Christus. Kunnen we ons heerlijk gaan vetmesten. We kunnen iedere week lekker naar de samenkomst denken. Oh, we hebben het weer lekker. We drinken nog even lekker koffie met elkaar. Maar dan gaat de wereld verloren. En ik geloof, God heeft ons geroepen om mensen het goede nieuws te brengen. Jezus, hij kreeg die bewogenheid. En bewogenheid, daar staat een Grieks woord. Heel moeilijk woord. Ik zou het u vergeven. Ik zou het niet zeggen. Maar het staat eigenlijk vanuit de ingewanden. Vanuit het binnenste. Vanuit je binnenste bewogenheid krijgen. Als ik naar de tandarts ga, dan voel ik het hier. Dat ik het een beetje spannend vind. Ja, dan word je wakker en denk je, oeh, vraag de tandarts. In één keer heb je niet zoveel zin in eten. Wat heb ik dan? Ik vind de tandarts altijd een beetje spannend. Maar vanuit je ingewanden. Als jij in een attractie gaat zitten en je wordt zo omhoog gehezen zo. Heb ik ook meegemaakt. Zo heel hoog, ik heb een beetje hoogtevrees. En dan kijk je op een gegeven moment en dan weet je, ik ga dadelijk naar beneden vallen met dat bakje. Dat gaat heel hard. Dan voel je het hier in je ingewanden. Daar begint het mee.
Dus die bewogenheid, met ontferming bewogen, zegt de Bijbel, het komt vanuit je diep, vanuit je binnenste. En vanuit dat diepe binnenste, vanuit dat gevoel, ga je handelen. Wil je gaan leven. En dan heeft God, die heeft ons dan de vrucht gegeven. En het is heel mooi om dat te zien. En daar wil ik even over spreken nog. Over, je hebt de vrucht van de geest en je hebt de gave van de Heilige Geest. En de eerste kaart, een mooie vergelijking die je kan maken. Als je een kerstboom hebt. En we hebben net allemaal kerstbomen. We hebben ook in de kerk aan een paar kerstbomen staan. Wat zie je dan? In die kerstboom hangen soms mensen cadeautjes. En die hang je in die boom. In die kerstboom, die wordt er volgehangen met cadeautjes. En die cadeautjes die kan je uitpakken, dat is leuk. Maar die cadeautjes kan je ook zo weer uitnemen. In een kerstboom horen geen cadeautjes, want die kerstboom brengt helemaal geen cadeautjes voort. Terwijl als je een appelboom hebt, of je hebt een sinaasappelboom, of wat voor boom, of een perenboom, die boom die brengt zijn vrucht voort vanuit die boom. En zo is het ook. God heeft ons gaven gegeven. God wil ons zijn gaven geven. Dat is een cadeautje, dat is een geschenk van God. Dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Zijn er ook 9. He, wijsheid, kennis, nou noem ze allemaal maar op. Genezingen, wonderen, profetie, geloof, onderscheidingsvermogen, tongentaal en uitleg van tongentaal. Zijn de 9 gaven van de Heilige Geest. Dat is een geschenk van God. Maar God heeft ons ook, wil ons ook dat we gaan groeien. Als we geplant zijn in Jezus, in Hem. Dat we gaan groeien, dat we een boom zijn geworteld, geplant aan waterstromen. En dat die vanuit ons zijn, vanuit ons wezen, dat die vrucht voort gaat brengen. En dat is even wat anders. Dus vanuit ons wezen, vanuit ons karakter, kunnen wij vrucht voort gaan brengen. Ja, en dan zit er een spanningsveld inderdaad. Is die vrucht dan van Gods geest? Ja. Maar wanneer wij gaan groeien, zal die vrucht van Gods geest ook groter worden in ons leven. En zal die vrucht ook zichtbaar gaan worden. Maar daarvoor moet ik wel geplant zijn aan waterstromen. Dat wil dus zeggen, ik wil mij planten, ik wil mij wortelen, ik wil mij verdiepen in het woord van God. Ik wil mij daar mijn wortels in uitslaan, ik wil leren, ik wil steeds meer op hem gaan lijken. Dus ik plant heel diep die wortels, het fundament wat wij hebben in Jezus. Dan gaat die boom, die gaat groeien, jij mag gaan groeien, jij mag groter gaan worden, je gaat blad krijgen, je gaat bloesem krijgen. En vanuit die bloesem gaat dan die vrucht ontstaan. Die vrucht van de Heilige Geest. En dat is een proces die we in ons leven mogen doormaken. En als je dan al die vruchten van de Geest leest, dan mag je zelf gaan invullen. Hey, welke vrucht van de Geest is in mij al ontzettend werkzaam? Die zie ik al gebeuren. En welke vrucht van de Geest in groeien. Wil ik mijzelf verder gaan in ontwikkelen? Een goede boom zal goede vruchten dragen. En een slechte boom zal slechte vruchten dragen. Zegt Matteüs hoofdstuk 7 vers 17 tot 20. Om de beste vrucht voor te brengen, moet de boom zorgvuldig worden verzorgd. Leest hoe je er mee omgaat. Hoe ga jij om met je leven? Verzorg jij je leven door je te voeden met het woord van God, door Bijbel te lezen, door je te verdiepen en door je uit te strekken om een mooie mens te worden door de kracht van Jezus Christus in jou. Door de kracht van de Heilige Geest die in jou wil gaan werken. Geestelijke gaven zeggen niets over de aard van de persoon die die gaven gebruikt. De vrucht van de Heilige Geest zegt wel iets over de persoon en over zijn karakter. Als we bijvoorbeeld kijken naar Mozes. Mozes, hij had een staf van God gekregen en de gaven had God hem gegeven om een volk te leiden en om wonderen en tekenen te doen. Maar op een gegeven moment, die gaven die Mozes had gekregen, die gebruikte hij verkeerd. In Numeri hoofdstuk 20 vers 10, daar lezen we dat Mozes wordt boos. Nou, ik kan Mozes wel begrijpen hoor. Met 1 miljoen mensen die zitten te mopperen, die zitten te voeteren. Iedere dag opnieuw zien ze wonderen en tekenen. En iedere dag, Mozes,
Hè? Nou, je zou maar zo'n gemeente hebben. Steve! Jelte! Oh. En op een dag is Mozes ook gewoon moe. Hij denkt, nee, niet weer dat gezeur. Ja, maar we willen water. Oh. En wat doet Mozes? En dan zegt hij, ik had waarschijnlijk ook zo gereageerd hoor. Echt waar. Ik had ook het beloofde land niet ingekomen. Sorry. Moeten wij voor jullie water uit deze rots laten komen? Eigenlijk zegt hij, jullie hebben toch goed voorziening gezien? Godsvoorziening gezien? Toen hief Mozes de staf op en sloeg tweemaal op de rots. God deed een werk, hè? Want er staat, het water gutste eruit en de mens en het vee konden drinken. Dus hij gebruikte de gaaf die God hem had gegeven door middel van die staf. Hij gebruikte hem, hij sloeg twee keer op de rots en hij zei, hier hebben jullie water. Oeh. Maar de Heere zei tegen Mozes en Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij niet de eer hebt gegeven voor de ogen van het volk Israël, zullen u beiden, dat was Mozes en Aaron, het land niet boven mogen binnengaan dat ik beloofd heb. Dus de gaven van God die kunnen misbruikt worden. En helaas, ik zie soms dat de gaven van God misbruikt worden. Als er in genezingsdiensten, als er spelletjes gespeeld worden, als het meer gaat over de persoon, als om dat God de eer krijgt. En het is goed, mensen hebben bepaalde gaven. En mensen hebben bepaalde bedieningen. En dat is mooi. En het is fantastisch dat je het van God hebt gekregen. Maar geef God altijd de eer. En ga er heel kwetsbaar, heel gevoelig mee om. Het evangelie is geen show. Ik heb ook wel eens gehoord. Een prediker, ik zou je wel even vrijzetten. Oh, pas op wat we zeggen. Alles wat we zijn en wat we doen is door de genade van God. En dan wil ik met eerbied en respect behandelen. En ja, God wil grote dingen door jou en mij heen doen. En daar blijf ik van overtuigd. En ik geloof het. Maar laten we alles doen. Geleid door de Heilige Geest. En is het prachtig als je de gaven van God beschikt. En mag beschikken. Maar belangrijker is het nog wie jij bent in hem. Dat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven mag gaan groeien. Dat de liefde, de vriendelijkheid, het geduld, de vrede, de blijdschap, noem ze allemaal maar op. Dat die in de eerste plaats zichtbaar worden. Ik vind het fantastisch als mensen een geweldig talent hebben. Maar ik kijk liever eerst naar het karakter. Hoe ze het talent gebruiken. Trudy en ik hebben mensen in gemeentes ook zien staan. We hebben mensen op podiums gezet. Maar op het even gegeven moment, verschrikkelijke goede muzikanten hadden we soms. Maar ze speelden daar voor hun eigen eer en glorie. Ze kwamen nooit op de bid stonden. Ze wilden voor de dienst niet mee bidden. Maar oh, ze konden geweldig spelen. Op een gegeven moment hebben we het besluit moeten nemen om ze van het podium af te halen. Omdat ik ervoer, het is eigen eer. Het is hoogmoed. En het deed pijn. Ze gingen naar andere gemeenten zo en dan kwamen ze weer op grote podiums te staan. Maar ik geloof het gaat in de eerste plaats. Wil je werkelijk God dienen? Wil je werkelijk God dienen? Want het gaat niet om jou. Het ging niet om Mozes. Nee, God moest gediend worden. En zijn koninkrijk moet groot gemaakt worden. Niet jouw koninkrijk, maar zijn koninkrijk. Het gaat om zijn eer. Het gaat om zijn glorie. Gaven drukken zich uit, heb ik neergezet in mogelijkheden. Vruchten drukken zich uit in karakter. En wat is belangrijker? Het is mooi als het samen kan gaan, maar in de eerste plaats. Laten we ons deze week gaan uitstrekken naar de vrucht van de Heilige Geest. Laten we zeggen, Heer, plant mij aan die waterstromen. Deze week wil ik dieper gaan wortelen. Omdat het vocht, de beek die stroomt onder de wortels door. Omdat ik daar vol mag gaan zuigen. Ik wil me vol zuigen van de Heilige Geest. En dat de vrucht in mijn leven mag gaan groeien. Dat uw liefde in mij mag zijn. Dat uw vrede in mij mag zijn. Dat uw geduld in mij mag zijn. Dat uw blijdschap in mij mag zijn. Heer, dat datgene in mij mag zijn wat u wil. Je bent een prachtig mens. Je bent een mooi mens. Maar weet één ding. God wil je nog veel mooier gaan maken. En zullen we dus daar de aankomende week voor gaan bidden. Voor gaan vasten. Dat de vrucht van de Heilige Geest zoveel werk in ons leven mag gaan doen. Dat we zo zullen gaan groeien. Na een periode misschien stil te hebben gestaan. Dat wij gebruikt kunnen worden.
onder de zalving van God. Dat wonderen en teken ons zullen gaan volgen. En dat de wereld zal gaan zien. Er is een God die leeft. Halleluja. Amen. O Vader in de hemel, Heer, ik wil u zo bedanken, Heer. Dat u zoveel aan ons wil geven. Gaven. Heer, een geschenk van u. Maar dat u ook ons wilt vormen. Dat u ons wilt vormen naar uw beeld en naar uw gelijkenis. En Heer, we willen ons openstellen vandaag. Maar ook deze dag. Heren, om te groeien. Heer, begiet ons met uw Heilige Geest. Doorstroom ons, Heer, met uw Heilige Geest. Omdat we mooier en mooier, Heren, zullen gaan worden. Heer, dat we mensen zullen gaan worden. Mensen die tot zegen mogen zijn voor andere mensen om ons heen. Heer, wilt u deze week door ons gaan spreken? Als we gaan bidden, als we gaan vasten. Heer, help ons om ons vlees, Heer, even volledig op pad te zetten. Om ons vlees te kruisigen. En ons hoofd op te heffen en te richten op u. Heer, we willen zeggen, Heer, wilt u maar spreken? Heer, als er nog dingen zijn in ons leven die we weg moeten doen, Vader, maak het ons duidelijk. Spreek door uw Heilige Geest. Omdat we afscheid mogen nemen, Heer, van het slechte, van het vleeslijke. En dat we ons meer en meer, Heer, mogen gaan richten op uw Geest. Heer, dank u wel, Heer, dat u door ons heen wil werken. Dat u het wilt doen, Heer, in onze levens. Zegen ons en leid ons, Heer. Door uw Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. En de Heer bepaalt me op dit moment bij een heel groot hart. Ik zie een heel groot hart. En ik zie een hart dat komt naar beneden. Een hart wat zo groot is. Wat in jouw hart wil komen. En zie, zegt de Heer, mijn zoon, mijn dochter. Ik wil je vullen met mijn liefde. Zet je hart open. Voor mijn liefde. Voor mijn goedheid. Want mijn kind, ik hou van je. En daarom wil ik je alles geven van mijn liefde. En mijn liefde is zoveel. Het is zo groot. Dat je het niet kan bevatten. Maar ik wil het uitstorten in jouw hart. Ik wil mijn geest verbinden met jouw geest. Dat je mijn blijdschap, mijn liefde, mijn heerlijkheid mag ervaren. Heer, dank u wel. Dank u wel. Voor wat u wil geven. Voor wat u wil geven. Heer, raak ons aan op dit moment. Door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, doe uw werk. Doe uw werk, Heer. Heer, als we beschadigd zijn, Vader. Door wat er tegen ons gezegd is, wat er gedaan is. Zoveel lelijke woorden. Heer, verbreek het. Verbreek het in Jezus' naam. Wat we vol kunnen worden. En uw liefde kunnen gaan toelaten. Uw liefde kunnen gaan toelaten. En ik geloof dat zijn die mensen die hebben moeite om de liefde van God toe te laten in je leven. Want je denkt, wie ben ik? En God zegt tegen jou. Ja, juist jij. Jou heb ik op het oog. Want ik wil jou laten gaan ervaren wat mijn liefde in jouw leven zal gaan doen. En denk niet, wat heb ik gedaan? Wat is er gezegd? Wie ben ik? Want je bent mijn kind. Je bent mijn kind. En ik wil tegen je zeggen dat ik van je hou. Dat ik je lief heb. Dat ik je gekocht en betaald heb. Met mijn kostbaar en dierbaar bloed. En mijn zoon Jezus Christus. En daarom wil ik je vullen. Met mijn liefde. En vrees niet. Stel je hart open. Want ik wil jou vullen. Met mijn liefde vandaag. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Dank u, Jezus.